Good morning, of laat me zeggen, geen good morning, jeetjes, goedemiddag allemaal. Sorry dat ik 2 weken lang niks heb gevlogd. Ik was ziek, ik heb geen corona. Ik was verkouden, niet direct verkouden. Ik had een beetje snot maar voor maar letterlijk 3 dagen en dan niet meer. En dan kwam hoesten. Was vreselijk. Hoe ik ziek ben geworden, mijn kleinzoon. Ja, mijn kleinzoon was eerst ziek. En dan mijn kleindochter ook. Maar gelukkig maar 3 dagen. Was ze snotterig en dan niet meer. En dan mijn schoondochter ook en mijn zoon. Maar heel even, gelukkig. En toen mijn kleinzoon ziek was, dan moest ik hem baden. Hij was koortsig. En dan toen ik hem ging baden onder de douche, dan ging hij letterlijk op me hoesten. En ja, ik was gewoon besmet door hem. Die griep was gewoon naar mij toe gekomen. En bij mij was het langst. Ja, letterlijk 2 weken heb ik gehoest door mensen. Tot vandaag is het iets minder geworden en vandaag was ik naar de dokter gegaan. En de dokter zei van oké, je moet vandaag gaan swappen. En ik ben gaan swappen en de zuster zei me, wat doe je hier? Ze heeft me een paar vragen gesteld. heb je hoofdpijn? Nee. Heb je keelpijn? Nee. Heb je lichaamspijnen? Nee. Wat is het eigenlijk? Ik hoest al 2 weken en de dokter heeft me geadviseerd om te swappen. Maar goed. Ze heeft me geholpen en voordat ze me heeft geholpen, begon ze te gillen. Hey, Frank Sim! Dus zelf bij de swap, poli, heb ik fans. Zo leuk om aan te horen. Hey, Frank Sim, jij die taart maakt en je de blablabla. Ja. Helpen jullie me snel. Ik moet swappen van de dokter. Was even een gelach. En toen zei ze van, eindelijk zie ik je werkelijkheid. Nou, het is niets bijzonders. Ja, je bent altijd gezellig op Facebook en op YouTube. En zelf hier bij het swappen ben ik gezellig. Ja, moet kunnen toch? Je bent nerveus om te swappen. Je hoort van alle kanten dat het pijn doet en blablabla. Bla, bla. En nu ga ik het zelf aanvoelen wat is. Ja. Toen ze ging swappen bij mijn keel, vond ik het eng. Want ik wou daar al hoesten. Ik heb het even ingehouden, anders zou ik op haar hoesten. Maar ze vond het niet erg, want ze vindt van ze is full gekofferd. En ja, en dan bij mijn neus. Dat viel ook mee. Het was een beetje een branderige prikgevoel. Ja, en ik heb mijn uitslag gelijk gehad en ik ben negatief. Dus ik was zo nerveus, want de symptomen kwamen bijna overeen met de COVID. Nou ja, God is met mij. Ik heb gebeden elke dag. En ik heb Facebook met God woorden. Ik heb gebeden dat het niet zo ver is gekomen dat ik COVID heb. Thank God, I'm nu aan de betere kant. Volgens mij heb ik 4 flesjes van die hoestdrank gedronken. Dus straks gaat mijn partner een andere kopen. Wat Rishi heeft gebruikt. Die mij heeft geadviseerd. En daarna heb ik de dokter gevraagd of ik het mag gebruiken. En hij zei, prima. Dus, het gaat nu goed met mij. Sorry guys dat ik niets heb gevlogd die 2 weken. Kan niet helpen. Maar goed, wat ik vandaag ga doen, ik ga koken. Ik heb zin of ik heb trek in aardappel met iets van de koe, dus kebo, sambal kebo. Ik weet niet hoe je het moet noemen in het Nederlands, maar sambal kebo met aardappel lust ik. Dus ik ga het zo klaarmaken, guys. Ik heb die aardappel al gebakken. Ik heb 1 kilo aardappel gebakken. En dan ga ik het zo sambal goreng maken. Een beetje dingen voor me hoest. Dat zo. Boy, ik zie echt eruit, guys. Jezus, jongen.
Maar goed, kijk, ik heb de appel gebakken. Een beetje droog gebakken, want ik wil het sambal goreng hebben. Ik ga één van die dingen nemen hoor. Die kabot. Kijk maar, die kabot. Het is iets van darmen van een koor, maar ik weet niet hoe je het moet noemen in het Nederlands. Ik ga hem nu in kleine stukjes snijden. Jij mag het zelf ook snijden hoe groot je het wil. Maar ik hou van kleine stukjes. Mijn lekkere kleine stukken. Ben ik zo bij jullie terug. Kijk, guys. En dan ga ik zo meteen de pan aanmaken.
that is some guys. Okay, let me speak to people. Delicious. Open bay. Hangmat en ik ga een stukje melon eten. Moet kou. Wat ik wil zeggen is laat alvast bedanken voor beterschap mensen. Dankjewel voor het subscriben. Nieuwe subscribers, dank jullie wel voor het subscriben. Don't forget to like and share my videos with your friends. Misschien willen jullie iets anders hebben wat ik moet doen. Jullie kunnen het ook in comment zetten. Als jullie nieuwe ideetjes hebben voor mijn vlog. Is mijn eerste vlog, maar ik ben laat. En ja, ik was ziek. Zo lekker. En niet te vergeten. Het is een feestman, guys. Letten jullie goed op jezelf. Als jullie gaan feesten. Don't forget to put your mask on. Je kan nog zien dat ik nog kijk mijn ogen. Ziet er zo ziekjes eruit. Ja. Ik ben aan de betere kant. En ja, tot de volgende video. Bye guys!